Een beetje. Ja, het gaat. Ik heb gelukkig veel hulp, dus... Wat kijk jij nou? Die kamer hiernaast, staat die eigenlijk nog leeg? Ja. Nou, Lorena die zoekt een woonruimte. Lorena zit toch bij de moeder? Ja, kan ze toch niet blijven? Dat is veel te krap, met die rolstoel en zo. Doe hier is veel praktischer. Ze kan hier overal door. De badkamer is beneden. Hij is misschien wat klein, maar... Is het haar idee? Wil zij hier komen wonen? Jack, zij wil hier echt niet komen wonen, hoor. Zou je er bezwaar tegen hebben? Nee, van mij mag ze, maar ik denk echt niet dat ze dat wil. Ja, we zullen zien. Sinds wanneer doe jij zoveel moeite voor haar? Nee, dit is geen moeite. Je zei zelf dat ze niet zielig gevonden wil worden. Ja? Ja, ik vraag me af of ze dit soort hulpacties waardeert. Hoe goed bedoeld ook. Ja, Lorena met Jack. Dat heb je snel geregeld. Waar is het? Dat hebben we niet afgesproken. Dan kan ik net zo goed gaan kamperen. Ach, dat is zo'n sukkel. Ja, en jij, Jack. Hij heeft voor me geregeld dat ik weer in de toko kan gaan wonen. Ja, alsof ik daarop zit te wachten. Dat het een jankende baby om me heen. Volgens mij vind jij Lana best leuk. Ja, en hij had het oppassen zeker. Wees blij dat hij zo snel iets voor je gevonden heeft. Nou, ik ga nog liever naar het klooster, Jeff. Ik denk dat ze jou daar niet willen hebben, nee. De toko is toch hartstikke goed? Veel ruimte, er zijn geen trappen. Het zijn altijd mensen, handig voor boodschappen. Ja, George en Nout. En die sukkel, die komt ook heel vaak langs. Ja, nou... Nooit te snel mee willen, meisje. Ja. Ga je weg? Ja, ik heb ook nog een baan. Die foto's zijn voor jou. Dag! Doeg, oma. Dag, lieverd. Ze heeft het zwaar te pakken, hè? Ja, leuk toch? Ik hoop dat het leuk blijft. Gaat ze investeren in een of ander vaag project. Wat is nou je probleem? Rutger is een goede gozer en wat ze met haar geld doet, mag ze zelf weten. Ja, zwaar. Als je een probleem hebt met mijn oma, dan moet je naar haar toe gaan. Niet dit moeilijke gedoe.